Perfect, almost 90, but you're all over the world. In a moment, we're going to talk about your new book, The Book of Hope. But let us first introduce you to our guests, Harm Edens and Sterrin Smalbrugge. They admire you and your work. Ja, Sterrin, ik ga meteen naar jou, want Jane Goodall, jij bent ecoloog. Ja. Je bestudeert reptielen, je bent reptielendeskundige. Mm-hmm. Op welke manier is Jane Goodall voor jou een voorbeeld? Ja, zij is mijn heldin. Zij is echt mijn heldin al vanaf dat ik klein was. En met name omdat zij de manier waarop we dieren bekijken en behandelen compleet heeft veranderd. Ze heeft eigenlijk een bom laten barsten in de wetenschappelijke wereld. Is heel lang, ook verder dat het werk gepubliceerd was, niet geloofd. Heel erg bekritiseerd. Mm. Maar zij heeft eigenlijk het hele idee van wij versus zij. Dus de dieren tegen de mensen. En andersom heeft zij compleet doorbroken. Ze heeft gezegd, er is geen wij en geen zij, er is alleen een ons. En dat inspireert jou tot op de enorm, dag van vandaag? Enorm. Harm, jij hebt haar zelfs een keer ontmoet, hè? Ja, 2 jaar geleden in het Tropeninstituut. En toen was er een fundraiser voor de Jane Goodall, voor het instituut. En toen was ze daar en toen kondig ik haar aan. Ja. We hadden daarvoor kort even gesproken. En toen zei ik, en we zijn hier natuurlijk speciaal voor Jane Goodall. En toen stond ze op. Ze was nog helemaal niet aan de beurt, dat zei ik ook. Mevrouw Goodall, u bent nog niet. Nee, ze zei, nee, maar als je in het dierenrijk je naam hoort, dan moet je even hallo zeggen. Toen klom ze echt het podium op, ze omhelsde me. En we zagen net dat filmpje, toen ging ze bij in het aaps, in het chimpansees, ging ze hoe, hoe, hoe. Dus ik wist echt totaal niet wat ik terug moest zeggen. Ik heb nog een poging gedaan, maar dat was waarschijnlijk iets heel onbeleefds. En ja, dat was echt dat zo krachtig en zo'n mooi mens. Ja. Dus ja, dan ben je meteen verkocht. Brengt plezier bij je. We gaan meteen even naar Jane Goodall, want... Ms. Goodall, in these times of polarization, terrorism, hate crimes and climate change, you wrote a book about hope. What makes you still optimistic and hopeful about the future? Well, the first thing is my definition of hope. It isn't looking at the world through rose-colored spectacles and saying, I hope everything's going to be fine. Hope, imagine that you're in a very, very dark, long tunnel. And right at the end of that tunnel is a little gleam of light. But before you can get to that light, there are so many obstacles, things you have to climb over, crawl under, go around, work out how to get to that little gleam of light that's hope. Yeah. Hope is about taking action. Okay, that you hope to get there, that you take action to get there.